Nu gaat het echt gebeuren. Wij gaan verbouwen. Een grote verbouwing die bijna 2 jaar duurt. De kosten zijn 17 miljoen euro. Na meer dan 30 jaar voldoet het gouvernement niet meer aan de eisen van nu. Het gebouw wordt duurzaam en toekomstbestendig gemaakt. Daarmee voldoet het aan de wetgeving van 2020. Door deze verbouwing besparen we straks water en energie. Het binnenklimaat wordt verbeterd en we geven ook maatschappelijk het goede voorbeeld. De verbouwing bestaat uit 5 onderdelen. Plaatsen van 3-laags beglazing, installeren van klimaatbeheersing en ventilatie, vervangen van de verlichting, vernieuwen van toiletruimten en de servicepunten verhuizen naar de lifttorens. Het energielabel stijgt van G naar B. De energiehuishouding brengen we beter in balans met 3-laags glas. Het blijft in de zomer koeler en in de winter warmer. Het energieverbruik wordt dan minder. Het klimaat is de gehele week constant. Er komen klimaatplafonds waarmee we kunnen verwarmen of koelen. De koelmachines en warmtepomp komen in een nieuw gebouw tussen bouwdeel N en het Prandium. We verwachten een besparing van 20% op het gasverbruik. De gemiddelde basistemperatuur op jaarbasis wordt ingesteld op 21 graden Celsius. Elke kamer krijgt een regelaar waarmee de basistemperatuur met een paar graden geregeld kan worden. De klimaatplafonds zijn voorzien van LED-verlichting. Deze reageert op daglicht en op aanwezigheid. Met deze LED-verlichting besparen we 70% elektra ten opzichte van nu. De nieuwe toiletten hebben een duo-spoeling. Je kiest voor 6 of 3 liter water in plaats van de huidige 9 liter water. Dus we besparen aanzienlijk op water. De servicepunten verhuizen naar de lifttorens. Daar komen de multifunctionals en koffieautomaten te staan. December 2018 is het gouvernement duurzaam en toekomstbestendig. En nog belangrijker, we hebben een comfortabele werkplek door een aangenaam klimaat en nieuwe toiletten. Cluster Facilitaire Dienstverlening regelt de verbouwing. Kroon, Wolter en Dros voert het uit.